Ja, Ginder Persat Dubar ging vannacht om 4:30 uit bed om wat te drinken. En toen zie ik al een gast die hier was, inbreker. En ik schrok me helemaal. Ik ben weer terug boven gegaan. Ik had een koevoet. Ik heb koevoet genomen. Ik ben beneden gekomen. Toen beginnen ze te rennen. Dubar ging de dieven achterna, maar hij kon de mannen niet meer achterhalen. Toen ben ik al van buiten naar binnen gekomen. Dan zie ik mijn auto is er niet. Jaginder Persat is niet het enige slachtoffer. Steeds meer hebben inbrekers het niet op de inboedel, maar op de auto voorzien. Vaak alleen maar de sleutels weggenomen uit de woningen. Waarbij de auto die op de oprit staat of voor de woning staat, weg is. Ja, hebben jullie de indruk dat ze ook even kijken wat er voor de deur staat? Nou ja, die indruk hebben we zeker als we kijken naar de top 6 van het aantal gestolen auto's. Zie je dat toch wel de duurdere merken in trek zijn. Denk bijvoorbeeld aan Mercedes, aan BMW, aan Audi, aan Porsche. Mijn auto stond hier. Ja. Wat was het voor auto? Een Mercedes. Een zwarte E-klas. Ja. Van bouwjaar 2003. Die heb ik al pas in februari gekocht. En die is weg. Ik kan wel puntjes zien dat ze zijn bezig geweest. De daders hadden eerst de deur geforceerd. Maar dat is met hun niet gelukt. Zijn ze van binnenraam gekomen. De sleutelbos van Dubar lag op het dressoir. Daarin zat mijn Mercedes-sleutel, mijn bussleutel, mijn garagesleutel. Ja, hoe je dat kunt voorkomen, in ieder geval door goed hangend sluitwerk in de woning aan te brengen. Dus je kunt het ze zo moeilijk mogelijk maken, de inbrekers. Nou, daarnaast adviseren wij de sleutels niet in zicht te hebben. He, dus zorgen dat je de sleutels van de auto op een veilige plek opbergt. Maar voor Jaginder Persat Dubar komt dat advies te laat. Ik kan niks. Ik kan niet eens goed lopen. Ik bibbelde. Helemaal van slag? Ja. Ik heb nou angst hier.